Vandaag beleefde volkszanger Wesley Bronkhorst de mooiste dag van het jaar, want hij trad in het huwelijk met zijn grote liefde Raquel in Maarsen. Het geluk straalt van het bruidspaar af, en wij waren er om hen als een van de eersten te feliciteren. Wesley deelt zijn gevoelens: je viert de liefde omdat je zoveel van elkaar houdt. En dat hebben we samen bekroond. Raquel zag het aanzoek van Wesley wel aankomen, hij zei altijd tegen mij: jij bent de vrouw waarmee ik ga trouwen. Hoewel Raquel en Wesley elkaar al meer dan een jaar kennen, liep Wesley al vier maanden rond met het idee om haar ten huwelijk te vragen. Het beslissende moment kwam in januari vorig jaar in Oostenrijk, waar ze ook een appartement hebben. Het pasgetrouwde stel heeft ervoor gekozen om geen traditionele trouwringen te dragen. Raquel legt uit, we hebben gekozen voor armbanden. Ik heb wel een prachtige ring van Wes gekregen voor het huwelijk, maar hij is niet echt een persoon voor een ring, dus kozen we voor armbanden. De huwelijksceremonie werd geleid door Babs trouwambtenaar Dirk Seelenberg. Wesley spreekt lovend over Dirk. Als er iemand is die ons mag trouwen, is het Dirk. Ik vind het een fijne gozer, en hij heeft het ontzettend goed gedaan. Ook bij Dirk hangt de liefde in de lucht, want hij heeft recentelijk zelf een nieuwe liefde gevonden.